Ik zet een weddenschap in. Ik zeg dat ik heb vertrouwen in Frank Kramer. Ik zeg dat Frank Kramer wint met strafschoppen nemen van Johan Cruijff. Weet je zeker? Dat is dus een gewaagde weddenschap, ja, Johan. Dat weet je zeker. Ik neem dat hebben dan. Nee? Dus voor mij toch een gewaagde weddenschap, Frank, om te zeggen dat jij het wint van Johan. Ja, dat weet je ook. Kijk. Nou, dat als ik het verlies, als ik die weddenschap verlies, dan moet ik dus lopen. Waar naartoe? Naar Hilversum. Van Amsterdam naar Hilversum. Ja, dat is veel te weinig. Ja? Amsterdam naar Hilversum? Ja. Nou, gaan we vast weer voor de volgende programma terug. Ja. Eén ding. Dat hij gaat lopen, zeker. Dat regelen wij. Nee. Kijk, wat krijg je dan weer in de naarheid. Je denkt er niet dat je... Nee. Goed, de eerste strafschop. Frank Kramer, komt hij. Oh, er wordt gegooid en gestopt. Ja. Goed gestopt, Schrijvers trouwens. Kruis nu. Frank Kramer nu. Ja. Beschaafd ingeschoten. Stand 1-1. In het voordeel van Johan Cruijff komt Frank Kramer. Beetje gewaagd genomen, Frank. Ja, er werd met kluitenaren gegooid. Ja, dat lopen, dat komt wel dicht in de buurt nu, Frank. Spectaculair genomen, dat in ieder geval. De Gerry Muren strafschop, hè, joh. Dit is de laatste strafschop voor Frank Kramer. Die moet hem benutten. En dat doet hij gelukkig. Dus het hangt nu allemaal op Johan Cruijff. En ja. Je ziet duidelijk het verschil tussen Kramer en Cruijff. Hij doet het duidelijk beter. Het is overduidelijk dat de beste heeft gewonnen. Piet. Frank, bedankt. Ja, ja, jij ook, jongen. Ik ben blij dat hij moet lopen. Ik heb Leo Beenhakker even gesproken. Vorige week. Toen zei ik tegen hem, je moet altijd kiezen tussen Leo Beenhakker en Johan Cruijff in een discussie met mensen. Die zeggen dan altijd van ja, je bent voor Johan of je bent voor Leo, een van de twee. Oh. Dat is een soort kiezen tussen de Rolling Stones en de Beatles. Toen vroeg ik aan hem, wie ben jij? Maar ik ben de Stones, dat is een ding wat zeker is. Wie heeft hij gezegd, denk jij? Geen idee. En als jij mag kiezen tussen de Stones en de Beatles, wie ben jij dan? Zonder dat je over kwaliteit spreekt. Ja. Dat je zegt van Beatles hebben een paar verschillende periodes gehad, laat het zo. Ja. Verschillende periodes in rustige muziek, genre muziek. En ik denk dat ik dat er meer ben, want ik hou ook wel van dat de explosieve kan wel, maar ik hou ook wel van dat. Van rustig. Ja. Dus dan ben jij de Beatles? Daar zou ik dan voor moeten kiezen, ja. Nou ja, ik weet niet of ik het ben, maar daar zou ik voor moeten kiezen. Ja. Ik moet kiezen. Nee, want dat klopt dan wel, want Leo die zei dat hij de Stones was. Oh. Leo zegt, ik ben de Rolling Stones, dat is zeker. Ik zeg, nou, dat betekent dat Johan de Beatles is. Nou, ik ben blij dat jij dat bevestigt. Ja, lijkt me vooral. Jij bent de Beatles. Ja, ik heb er dus niks te vertellen. Dus... Oh, heb jij niks te vertellen? Voorlopig helemaal niks. Oh. Dat is punt 1. En punt 2, dat als ik er ooit wat te vertellen heb, dan hoef ik de speler niets te vertellen. Maar ook helemaal niet. En oh. Dat wil zeggen dat we dat met elkaar de kaarten dus heel duidelijk leggen. Wat hun opinie is, dat interesseert me helemaal niks. Oh. Dat vind ik nog wel streng? Nee, is niet streng. Nee, zo is als dat? Als ik... En het is heel eenvoudig. Hun kunnen goed voetballen. Ja? En ik heb mijn werk. En je moet die twee dingen niet door elkaar halen. Ik ben het allemaal geweest dat er gaat in het voetbal, zoals je gezegd hebt. Je hebt alles meegemaakt, je hebt alles gezien. We zijn aan de repetities bezig. Dus dat wil zeggen dat conditioneren door wie dan ook, dat bestaat niet. En er is op dat moment dat je daarbij zou zijn, is er maar één wet, dat is de mijne. God, dat klinkt allemaal nog hard, Johan. Nee, is helemaal niet hard. Jezus, ik vind het nogal stevig, hoor. Nee, is niet hard. Nee? Nee? Zo is het. Dat zijn de Cruijffwetten en geen gelul. Ja, voor de rest bestaat het niet. En als mensen het niet vinden, dan moeten ze... Dan moeten ze niet meegaan. Ja. En als anderen vinden dat het andersom moet, dan moet ik niet meegaan. Dat is heel makkelijk. Er zullen toch weer mensen denken, als ze dit gesprek hebben gezien, Johan... Dan zeg je, wat is hij eigenwijs, hè? Wat is hij eigenwijs? Dat zal wel. Wat een eigenwijze eikel. Dat gaan ze zeggen natuurlijk. Ja, goed, hebben ze pech. Je moet hem maar